Wat gaan we maken? Oh, lekker. We gaan raviolis maken. Ravioli van wontongvellen met mozzarella, basilicum. Mmm, lekker kleine olijfjes. En dat gaan we eigenlijk doen op een sla van venkel, kleine tomaatjes en een klein beetje shallot. Je kan natuurlijk heel veel pasta's kan je draaien op een of andere manier. Deze koop je bij de Chinese toko. Kijk, en je ziet dat die gewoon mooi plakkerig is, maar gewoon helemaal prima. Kijk, en je ziet, hier zit je tussen die plakjes. En dit is voor mij de plakkant. En dit is de bloemkant. Die haal je er zo vanaf. Als je het voor vier wil maken, dan leg je hem één keer door midden snijden. En dan doe je hem hier nog een keer door midden snijden. Peper uit de molen, met je fleur de sel. Basilicumblaadje op het velletje. 1, 2. Het eiwit gebruik ik voor een andere keer. En het eigeel, dat hebben we nodig. Kijk, en als je dan zeg maar op dit maniertje slaat, dan heb je eigenlijk het eidooitje in één keer gevangen. Mooi. Even kijken, de randen. Dat die flink nat is. Dat alles gewoon flink plakt. Het is dus een plakmiddel. Hoeken verdelen. Een soort tafeltje dekje. Gewoon alle hoeken goed doen. Ik heb twee ringen. Je pakt de kleinste ring. En hij heeft een scherpe kant en een botte kant. En die botte kant die duw je eigenlijk hier op de ravioli. Dus dat je hem zeg maar aandrukt. Oké, dan pak je de grootste ring. En de grootste ring die zet je er overheen. Het lompe velletje haal je er vanaf. En dan loop je hem nog even na. Je duwt hem als het ware. Duw je hem er nog in. Dit is slagersplastic. Dat is gewoon lekker dik. Het woebelt alle kanten op. En daarmee kan je je raviolis, die gewoon lekker droog zijn, zo in de koelkast doen. Niet afdekken, want dan zal je zien dat het bovenste plasticje weer gaat plakken op je ravioli. Olijfolie in een pan, ruim. Daarbij doen we wat shallotjes. Dan pak ik het venkelknolletje. En het venkelknolletje, dat raspen we er ook in. Beetje zout, beetje peper. En we bakken ze even. Olijfje doen we erbij. Nou, ik zei ze even in tweeën. Klein beetje rode wijn er zijn. Als je het op bezuim komt, moet je maar kijken wat je hebt staan. En je pakt je ravioli en je leg je hem erin. En dan even een beetje losmaken van de bodem. Een minuut even lekker zachtjes laten koken. Ik pak hem er even uit. En ik leg hem hier op een theedoek. De tomaatjes in een venkel. Mmm, lekker. Kijk, je legt zo lekker je ravioli. Leg je erop. Het heeft alles in zich om gewoon een heerlijke avond te hebben. Mooi glasje wijn erbij. Eet smakelijk. Mm. Zo. Al het goede van het leven zit hierin.